Ik ben Yuvat en ik ben de eerste Coach Hero. Iedereen kan een Coach Hero zijn. Mijn talent is dansen. Wat is jouw talent? Misschien ben je wel goed in kauwgombellen blazen, beatboxen, skaten, voetballen, basketballen, nagelstyling, schoenen customizen, haarstyling, zingen, graffiti, karate, freefighten, DJ'en. Ja, of dansen natuurlijk. Stuur mij dan jouw filmpje en wie weet word jij de volgende Coach Hero. Word Coach Hero en win een jaar lang gratis sneakers. Ook jij kunt een hero zijn. Zoek gewoon wat je leuk vindt, waar je goed in bent, laat het omhoog borrelen en deel dat met de rest van jouw omgeving. Ik ben Yuvat Westendorf, ik ben 23 jaar en ik woon in Zaandam. Ik ben een danser van beroep. Ik heb meegedaan aan onder andere So You Think You Can Dance. Daar heb ik de halve finale van bereikt. En daarbuiten heb ik 2 jaar geleden mijn eigen dansschool opgericht, genaamd Street Kings. En daar ben ik ook fulltime mee bezig. Hier zijn we dan. Het heet Street Kings. Dit is dan de danszaal. Hier geven we alle danslessen. Straks gaan we de danszaal verbouwen. Aan de andere kant dan hebben we 2 danszalen. Zoals je kan zien kunnen de ouders hier kijken. Of kunnen ze gewoon zien wat er gebeurt in de les. Dan hebben we hier de kleedkamers. We hebben een voetbalbak hebben we staan. We hebben een pooltafel staan. Wat wij heel belangrijk vinden is dat we een familiegevoel hier creëren. Dat je gewoon lekker thuis voelt op de dansschool. Dat je lekker kan dansen. Want ik vind creativiteit vind ik heel belangrijk. Dus mijn kantoortje, hier zit ik dan. Zoals je ziet heb ik niet echt een clean desk policy. Normaal is mijn bureautje wat beter opgeruimd. Gewoon niet. Dit zijn kinderen die wat leuks voor me hebben geschreven. Ik vond het echt super leuk. Of hallo meester Yuvat, echt heel erg bedankt voor de lessen. Ik vond het super leuk en gezellig. Groetjes Denise. Het zijn van die hartstikke leuke berichtjes. Dit hebben we ook samen gewoon, Chucky. Daar hebben we ooit jaren geleden het idee om een dansschool. Dat heb ik eigenlijk samen met hem bedacht. En dan heb ik hier ook nog een paar fotootjes van bijvoorbeeld mijn broertje. Dat geloof je niet, hè? Die blonde etter daar zo. Dat is eigenlijk waar ik me heel goed bezig hou. Ik heb dus de dansschool en de agency, dus daar heb ik het heel druk mee. En daarbuiten dans ik natuurlijk zelf nog heel erg veel overal en nergens. En presenteer ik en acteer ik ook een beetje. Ik hoop dat jullie het een beetje tof vonden en ik zie jullie volgende keer. Wat ik wil bereiken met een Coach Hero zijn, is ik wil andere mensen op een positieve manier weten te inspireren. Dat is wat ik zelf heel graag wil. En ik wil eigenlijk ook dat andere mensen hun creatieve kant laten zien. En dat kan je heel goed door een eigen Coach Hero te worden. Door bijvoorbeeld filmpjes op te gaan sturen. Een hero, ik heb heel veel heroes. En natuurlijk is het heel cliché om te zeggen dat Michael Jackson is een hero, is een idool. Maar het kan ook op heel kleinschalig zijn. Iemand die vrijwilligerswerk doet, dat kan voor mij ook een held zijn. We moeten elkaar allemaal een klein beetje helpen. En dan ben je voor mij al een held.